Hallo iedereen, welkom in Amerika! Ik had jullie in mijn laatste video's laten weten dat ik op vakantie wil gaan. Ik ben nu, vandaag is dag 3, dag 3 in Los Angeles. Voor mij in principe is het maar eigenlijk dag 2, want de eerste dag was echt een volledige reisdag. Dus toen hebben we niet heel veel meegekregen van de stad. Gisteren zijn we wel al onderweg geweest en gisteren hebben we de auto gepakt en we hadden echt een enorme jetlag. Dus we waren echt super vroeg wakker, als in echt 3 uur 's ochtends. Dus toen had mijn vriend het geweldige idee om naar de zonsopgang te gaan kijken. Dus we zijn met de auto naar Griffith Observatory Park gereden. En onderweg kwamen we ook nog een coyote tegen, wat heel erg grappig was. En vanaf daar hebben we echt een super mooi uitzicht gehad. Ten eerste over de stad en ten tweede zag je dus dat de zon omhoog kwam. En ten derde konden we ook al het Hollywood sign vanaf daar zien. Dus dat was echt wel heel erg tof om te zien. En daarna hadden we honger gekregen. Hebben we ergens nog even foto's gemaakt, maar daar heb ik volgens mij op zich niet meer echt meer van gevlogd. Ik zit nu te denken dat ik überhaupt gisteren niet zo heel veel had gevlogd. Een beetje omdat het de eerste dag is en dan moet ik altijd een beetje acclimatiseren als ik zeg maar in een nieuwe plek ben. Of in een nieuwe stad in dit geval. Maar ik ben wel van plan om tijdens deze trip gewoon af en toe te vloggen. Zeker niet elke dag, want het is echt gewoon een persoonlijke vakantie om eventjes mee uit te kunnen rusten. Maar het lijkt me wel heel erg leuk om gewoon wat stukjes vast te leggen. En dat ga ik gewoon allemaal in één vlog. De vlog waar je nu naar kijkt, ga ik die allemaal monteren. Vandaag is onze laatste volledige dag in Los Angeles. Morgen gaan we weer verder, want we gaan een hele soort van roundtrip doen door California. Maar we gaan ook nog naar de Grand Canyon, dus dat is de staat Nevada. We hebben gisteren ook nog even onze route net iets anders aangepast, waardoor we ook nog gaan overnachten in Utah. Nou ja, veel leuks in ieder geval. 2 weken lang, veel zien vooral. En ik heb er heel veel zin in. Ik zie trouwens dat deze batterij op is. Dus ik hoop dat ik die een beetje in de auto kan gaan laden. En anders zou ik gewoon weer op een ander moment weer jullie checken wanneer deze batterij weer vol is. Ik had geen idee dat die al helemaal leeg was gegaan. Misschien gisteren tijdens het foto's maken. Hallo iedereen. Het is vandaag alweer de volgende dag sinds de laatste keer dat ik jullie had gesproken. Want ik kwam erachter dat ik deze camera niet kan opladen in de auto. En ik had al verteld dat die helemaal leeg was. Dus dat was een beetje jammer. Uiteindelijk had ik gisteren ook best wel flinke hoofdpijn, migraine. Dus het was toch sowieso niet echt een hele goede vlogdag. Maar ik heb nog wel een klein beetje gefilmd in Venice. Dus dat zal ik eventjes nu erin zetten. We zijn nu in Venice bij de bekende bruggetjes die je hier ziet. En het is echt heel rustig. Wel een paar toeristen, maar best wel rustgevend eigenlijk. Met een lekker briesje. Oh, een doggo! Hij zit daar lekker te chillen. Hallo! Hallo! Heel erg mooi hier en lekker. En het is vandaag donderdag. Wij zijn nu LA verlaten. En we zijn onderweg naar de Grand Canyon. Dat is een hele lange reis van bijna 7 uur rijden. We hebben net even ontbeten bij de Cracker Barrel. Dat heb ik volgens mij wel eens van gehoord, maar ik was er nog nooit geweest. Nou, op zich wel prima gegeten. Niet super bijzonder, maar zag er wel heel erg leuk uit. Nu gaan we nog heel even een klein boodschapje doen bij de supermarkt. En dan gaan we weer verder, want we hebben volgens mij pas 2 uur van de bijna 7 erop zitten. Dus we moeten er echt nog heel erg veel. En Ray gaat zo meteen hier zitten en ik ga achter het stuur, zodat ik hem eventjes van het rijden kan verlossen. En dan komen we dus ergens eind van de middag wel aan, vlakbij de Grand Canyon, want we hebben een hotel geboekt. En misschien gaan we daar vanavond nog heen en anders sowieso morgen natuurlijk. Walmart. Waar je blij van wordt, hè? De Walmart is toch helemaal geweldig. Ze zijn al helemaal in, ja, ik kan niet zo goed zien, maar een beetje in de herfst- en Halloween-sferen. En nu sta ik hier bij de koffie te kijken en allemaal lekkere opties op deze pumpkin spice van Starbucks. Dit is gewoon normale koffie, maar hier ook zeg maar van die cupjes, die dingetjes. Maar ik heb deze niet. Dus ik ga even kijken of er misschien iets is voor mijn koffiemachine. Maar dit is toch gewoon heerlijk, al deze keuze. Ik ben helemaal gelukkig hier. Ik bedoel, moet je dit zien? Sea salt caramel latte. Dat is een soort van pakje wat je gewoon met water moet doen. Of deze cotton candy. Oh, zoveel lekkers. En dit is gewoon alleen nog maar de koffie. Kan je nagaan.
Zo, na heel wat uurtjes rijden zijn we er eindelijk. Was de auto echt helemaal zat. We zijn aangekomen bij de Grand Canyon en we zijn naar de Mother Point gegaan. Dat is echt meest dicht bij de Visitor Center. Want zoals je kan zien is de zon momenteel aan het ondergaan. En ik ga eventjes kijken wat ik zie hier. Wow, het is ook heel stil. Jongens. Kijk dan. Staat hij gewoon te chillen. Midden in het park. Nou, zoals je misschien wel kan zien is het echt super druk. En ik heb al hele mooie foto's gemaakt. Ik had ook even wat momentjes genomen. Gewoon off camera om natuurlijk te kijken. Om natuurlijk te kijken naar het mooie uitzicht. Want je moet er natuurlijk wel vooral van genieten. Met je eigen ogen en niet alleen door de camera. Maar het ziet er wel echt heel erg gaaf uit. Dan gaan we even naar dit punt lopen. Want dat is ook wel echt heel erg mooi. En net stonden we daar. Bij al die andere mensen. De zon is nog steeds aan het zakken. Dus dat zorgt ervoor dat er straks allemaal mooie gekleurde vlakken zijn hier. De regen gaat naar het puntje lopen daar, zodat we een foto kunnen maken. En ik durf niet zo goed, want ik heb hoogtevrees. En ik heb sandalen aan, dus het is niet het beste om mee rond te lopen. Dus morgen als we meer gaan lopen, dan doe ik echt sneakers aan. Maar moet je kijken hoe mooi het is. De zon is nu helemaal onder wel. Dus die is echt daarachter. En de kleuren zijn alsnog echt super mooi en warm. Kijk, hij is er nu bijna. Ik ga hem even stoppen zodat ik een foto kan maken. Zo, het is de volgende dag, dag 2. En we zijn weer naar de Grand Canyon gereden. Want we wilden ook heel graag nog wat meer hier zien. En natuurlijk wat meer overdag. Aangezien we dus nu lekker veel daglicht hebben. En het leuke is dat een van mijn beste vriendinnen, Jolien, hier op dit moment nu ook is. Ik heb haar nog niet gezien, maar ik weet dat ze wel echt heel dichtbij is. Dus ik hoop dat we elkaar nog kunnen meeten. Want we zijn echt zoveel duizend kilometer allebei van huis. Dan moet je wel elkaar meeten, vind ik. Zij is met twee andere vriendinnetjes op vakantie. En zij gaan ook hier lekker bij de Grand Canyon kijken. En Ray wil volgens mij ook vloggen, hè? Dus ik weet even nog niet heel goed waar we naartoe gaan en wat we gaan zien. Maar ik ben wel heel erg benieuwd om te zien hoe het eruit ziet met daglicht. Jolien! Yay, we hebben elkaar gevonden. Kunnen we straks aan Roel laten zien? Ja. Roel, ik heb haar gevonden. We zijn een week voor hoeveel duizend kilometer van huis. En toch weer samen. Toch weer samen. Yay! Superleuk. We hebben de shuttlebus genomen en er zijn er verschillende en dan kan je gewoon uitstappen wanneer je wilt. En de shuttlebus is natuurlijk gratis. Dus we zijn gewoon helemaal naar het einde gegaan. Daar zijn we uitgestapt en vanaf hier kan je gewoon verschillende trails doen. Dat zijn soort van routes die je kan lopen. Dus je kan routes doen die zeg maar naar beneden gaan. Wij doen gewoon de rim trail en dat betekent gewoon dat je eigenlijk boven blijft. En we lopen nu eigenlijk gewoon een stukje weer terug. De trail is gewoon met asfalt en dan kan je hier gewoon ook naartoe lopen. Foto's maken of gewoon eventjes zitten. Sommige delen zijn met steen of met zo'n reling als het te gevaarlijk is. Maar dit, hier kan je gewoon zitten. Dus je kan hier echt prachtige foto's maken. Iedereen is foto's aan het maken van de elanden die buiten staan. Zo, we zijn nu inmiddels 2,5 uur later vanaf de Grand Canyon zijn wij doorgereden. Ik heb niet echt heel goed licht. Ja, dit kan wel. We zijn doorgereden naar Horseshoe Bend. Is ook een super mooie plek. Daar zijn we dus nu en bij de parkeerplaats zeiden ze al van neem water mee. Het is extra heet. Ik loop echt op dit moment te zweten. Dat is niet normaal. Maar goed. Oh, en het was ook nog ongeveer een kwartiertje lopen hier naartoe. Maar dan heb je wel echt... super mooie natuurverschijnsel. Hier achter me kan je het zien. En omdat het zo groot is, heb je echt wel heel veel plekjes om foto's te maken. Dus daarachter zijn allemaal mensen foto's aan het maken. Hier hebben wij net foto's gemaakt. Oh, het is nu een beetje onscherp. We hebben daar net foto's gemaakt. En we gaan nu nog eventjes ietsje verder lopen. Ray loopt daar, want hier staan ook heel veel mensen. Ik ben heel erg benieuwd wat je daar te zien gaat krijgen. Nou, zoals je hier kan zien, ik blijf een beetje op afstand, want het is echt wel heel hoog en eng. Is het wel echt heel erg mooi. Het water is heel mooi blauw-groenig tegen het oranje rots. Echt heel cool.
Hallo iedereen, we zijn inmiddels een paar dagen verder. De laatste keer dat ik jullie heb gezien, weet ik eventjes niet meer precies. Maar we zijn inmiddels naar Las Vegas geweest. We zijn door de Death Valley gereden, wat ook echt heel erg mooi en prachtig was. En op dit moment zijn we in Yosemite Park. We hebben gisteren overnacht in Bishop. Dat is een heel klein stadje en dat was wel heel erg leuk. En nu zijn we doorgereden naar Yosemite Park. Ik sta eventjes tussen de bomen zodat ik een beetje schaduw op mijn gezicht heb. Omdat het anders best wel overbelicht is. En ik heb waarschijnlijk ook wat minder ruis door de wind. Want er staat wel een aardig briesje. Vandaar dat ik ook vandaag even een trui heb aangetrokken. Hieronder heb ik een hele leuke crop top en een short. Maar het is een beetje frisjes. En ik ga nu eventjes de camera omdraaien. Want ik heb echt een super mooi uitzicht om te laten zien. Ik ga even door deze bomen heen. Dan is dit het uitzicht. Ik weet even niet zo goed uit mijn hoofd hoe het meer heet. Maar ik zal het wel even in beeld brengen. En het is zo ontzettend mooi. Er zit een soort van zandstrandje bij wat wel heel erg lekker is. En dan loopt het helemaal zo door. Dan heb je twee happy doggo's aan het spelen in het water. En hier kan je gewoon lekker zitten. We hebben hier een picknicktafeltje gepakt. En wat ook heel erg leuk is, ik weet niet of je het kan zien. Er vliegen hier heel veel vlinders rond. Dus daar zag je er net eentje. En als je, oh, hier heb je er nog eentje. Als je hier zo rondloopt, dan vliegen ze gewoon bijna tegen je benen aan. En ik ben echt dol op vlinders. Dus dat vind ik echt super cool om te zien. Want het water is ook super helder. Wel heel erg fris en koud. Dus ik ga er zeker niet in. Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. En we hebben net even lekker gegeten. Want ik had vanmorgen een super leuk bakkerijtje ontdekt. Het heet Erik Schats Bakkerij. En het was echt gewoon die Nederlandse naam van bakkerij. Want het stamt af van Hollanders. Wat super leuk is om te zien. En ik heb zelfs oliebollen gezien. En heel veel lekkernijtjes, Dutch cookies, allemaal dat soort dingetjes. En we hadden super lekkere sandwiches gekocht. Die we dus de helft hebben als ontbijt genomen. En de tweede helft hebben we hier net opgegeten, wat heel erg lekker was. Oh, kijk, dat is zo tof. Weer een paar dagen geleden. We zijn op dit moment in Oakland. Dat is een plaatsje ongeveer 20 minuten van San Francisco vandaan. Gisteren zijn we namelijk naar San Francisco gereden en ik ben een paar jaar geleden al geweest met Serena en Tara. Maar mijn vriend was nog nooit geweest, dus we zijn teruggegaan. Een paar jaar geleden heeft de stad me al niet echt gegrepen en deze keer eigenlijk ook niet. Het is hier ook heel erg grijzig en koud en het was echt heel erg koud en winderig. Maar verder is het ook gewoon toch niet echt mijn stad. Maar gisteren hebben we wel gewoon gezellig rondgelopen. Lekker gegeten bij een super goede sushi tent. Dus wat dat betreft was het wel een hele fijne dag. En we slapen trouwens op dit moment in Oakland. Omdat de prijzen in San Francisco echt onwijs hoog lagen, liggen. In ieder geval voor ons was het echt van een kamer vanaf €300. En dan had je echt een nulsterren motel. Tot prijzen van €700 per nacht. Ja, dat is echt te veel. Dus we zijn gewoon naar Oakland gereden. Wat echt maar 20 minuten rijden is over de brug heen. En daar hebben we gewoon wel een motel gevonden voor een veel betere prijs. Dus wat dat betreft, dat is een beetje een tip als je ook hier naartoe gaat. En je komt ook dit soort prijzen tegen. Mocht je zeg maar langer van tevoren boeken, kan je denk ik misschien wel redelijke prijzen vinden. Maar wij boeken een beetje een dag van tevoren onze overnachtingen. Omdat we zo lekker onze reis wat minder gepland kunnen houden. We zijn bijna klaar met het inpakken van onze koffers. Ik ben al helemaal aangekleed en alles. Dus we gaan zo de deur uit. En dan gaan we weer terug naar het zuiden rijden. Gedeeltelijk
Het grootste gedeelte wordt via Highway 1. Dat is een hele bekende route langs de kust helemaal weer naar Los Angeles. En dat doen we in 2 dagen. En we gaan vandaag eerst ook nog even stoppen bij Santa Cruz. Want dat lijkt me wel heel erg leuk. Kijk, dit was het motel waar we in hebben geslapen. Onze kamer was daar. En het is een best wel grote eigenlijk. En zoals je kan zien is het helemaal bewolkt hier. Herfstblaadjes op de grond. Lange broek aan vandaag trouwens en een jasje. En ik heb ook nog mijn trui hier in de auto zitten. Want ik denk dat ik die misschien nog wel nodig ga hebben. Ik heb ook zijn jas aangedaan. Dus nou, we gaan er vandoor. We zijn inmiddels aangekomen in Santa Cruz. En we hebben net geparkeerd in de stad. We hebben daar broodjes gehaald. Bij Soccoli's Deli. En ik heb de filetto. Dus een broodje met mozzarella en pesto en dergelijke. Hier heeft hij ook al zijn broodje. Ziet er heel erg goed uit. Een sparkling water en een ijsthee. En deze verpakking ziet er wel echt heel erg tof uit. En nu zijn we vanaf het centrum naar het strand gelopen. Dus dat is wat je hier op de achtergrond ziet. En we hebben nu plaatsgenomen aan deze tafeltjes. En dan is dit het uitzicht. Dus, eet smakelijk! Eerste stop gemaakt, want ik zag in één keer een heel mooi plekje. Dit is het uitzicht op de zee. En dan daarachter heb je een soort van witte rots. Ik weet niet of je het echt kan zien. Geen idee wat het is, maar het ziet er wel heel erg mooi uit. En we gaan weer verder. En dit is de volgende locatie. Dit is de Bixby Creek Bridge. En zoals je kan zien is die heel populair. Het is een van de meest gefotografeerde bruggen. Het ziet er inderdaad wel heel tof uit. Kijk, strand, rotsen, golven en de brug. Het is super mistig en koud hier trouwens. Nou, dit is geen foto's of video. We zijn nu aangekomen bij onze volgende bestemming en dat is de McWay Cove en Waterfall. Het ziet er echt super mooi uit. Ten eerste moet je kijken wat een prachtig gekleurd water hier heeft. Het is een heel mooi rond gebiedje met zand en natuurlijk heel veel natuur. En daar, bij mijn vinger, daar heb je een waterval naar beneden. Ik zal even kijken of ik een beetje in kan zoomen. Kijk, een waterval! En er zit echt flink wat water ook in. Dit lijkt me echt super leuk om aan het strand te kunnen liggen. Maar ik weet niet of dat kan eigenlijk. Het ziet er wel super mooi uit. En ik heb hier net in deze bosjes en hierachter een kolibrie gezien. Dus dat vond ik wel heel erg schattig. En die heb ik nog nooit in het echt gezien. We gaan weer teruglopen naar de auto. Dat doe je gewoon via zo'n pad dat hier loopt. Onze auto staat daarboven. En we gaan even op zoek naar een toilet. Het is wel een beetje jammer dat het zo bewolkt is. Want daardoor kunnen we de zee niet op alle plekken zien. Maar het geeft op zich ook wel weer iets magisch. Trouwens, het nadeel aan Amerika vind ik zijn de wc's. Die zijn zo super open met echt gewoon een halve meter aan de onderkant. Een halve meter of meer aan de bovenkant van die gleufjes, waardoor iedereen je gewoon kan zien zitten. Laat me even weten in de comments als je weet waar ik het over heb. Ik krijg hier trouwens ook echt al de herfstvibes mee door onder andere de temperatuur. Ik heb inmiddels ook nog een trui aangedaan namelijk. En natuurlijk ook de prachtige kleuren. Maar wij gaan hierna gewoon lekker terug naar Los Angeles voor nog wat dagen zon en warmte. Want ik heb eerlijk gezegd echt nog geen zin in de herfst. Maar op zich zou dit wel een goede overgang kunnen zijn naar gewoon weer het echte leven thuis in Nederland. Dus dit is trouwens waar we waren. Mocht je hier ook willen gaan kijken. We gaan nu weer verder rijden en we hebben in San Simeon, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, hebben wij nog een overnachting. Dus daar slapen we vanavond. Hopelijk kunnen we daar ook nog even wat lekkers eten, want ik heb inmiddels wel honger gekregen. En dan gaan we morgen nog de overige 4,5 uur terugrijden naar Los Angeles. En dan hebben we deze Highway 1 in 2 dagen gedaan. Oh jongens, jongens,
Kijk dan, ik weet niet of jullie het kunnen zien. We zijn net echt als een gek gestopt. Een walvis. Oh, daar nog meer, of niet? Zijn dat ze ook of zijn het stenen? Zijn dat stenen? Maar kijk dan. Oh mijn god, ik heb gewoon kriebels in mijn buik. Oh, wauw. Oké. Het is echt heel suf, maar dit is ook een steen die ik jullie niet zie. Ik dacht echt dat het een walvis was. Ik dacht het echt. Maar we hebben nu nog eventjes wat langer gekeken en het blijft inderdaad op dezelfde plek zitten, op dezelfde manier. Niet bewegen eigenlijk. En als je echt goed kijkt, dan lijkt het, is het volgens mij inderdaad een steen. No! Ik voel me echt een failure nu. Maar ik dacht, het is zo vet om echte walvissen te zien. Of ja. Oké, we gaan weer de auto stappen. Hi iedereen, we zijn weer even later. En ik ben vandaag wakker geworden weer in Los Angeles. Ik heb mijn haar net gewassen en gefeund. Vandaar dat het een klein beetje aan de platte kant zit. Wij slapen deze komende 4 nachten. In ieder geval, we hebben er 1 gehad. Dus nu nog 3 nachten in het Custom Hotel. Want we vonden het wel lekker om eventjes een iets... Het is een 3,5 ster hotel. Een iets mooier hotel te hebben voor de laatste paar dagen. En in plaats van een Airbnb. Dus we zitten vlakbij het airport. Wat ook wel heel erg makkelijk is voor natuurlijk de dag dat we weer naar huis gaan. Ik ga me eventjes verder aankleden. En dan denk ik dat we zo meteen naar buiten gaan. Want het is al best wel wat later. En ik heb honger. En ik heb zin om weer deze stad een tweede zicht te geven. In onze laatste paar dagen op deze vakantie. Oké, we zijn met de auto naar The Grove gereden. Dat is een winkelcentrum hier. En ik heb wel eens voorbij zien komen in vlogs van Amerikaanse YouTubers. Het ziet er echt in ieder geval super mooi uit. Ik sta nu in de wc, wat echt super leem is. Maar zelfs deze wc's zijn echt al heel erg mooi. Kijk, helemaal afgesloten. En ik ga zo meteen wat stukjes filmen, dat je kan zien hoe het eruit ziet. De sprinkles! In tegenstelling tot de meeste winkelcentrums, centra bedoel ik, is dit buiten. Het ziet er echt super mooi uit. Goedemorgen iedereen, het is vandaag zondag. Dus we zijn alweer een paar dagen verder sinds de laatste keer dat ik had gevlogd. Maar ik ben gewoon heel erg aan het genieten van mijn dagen in LA hier. Het zijn ook gelijk de laatste dagen hier. En ik moet zeggen dat ik echt niet naar huis wil. Ja. De eerste keer had ik iets van LA. Ik weet niet zeker wat ik ervan vind. Ik was een beetje overwhelmed of zoiets. Ja, ik denk wel echt dat ik het heel erg leuk vind. Het is wel een ander soort stad. Je moet echt alles doen met de auto. Dus dat is ergens wel een nadeel. Dat je dus alles moet rijden. Maar ik denk dat ik het wel echt een hele leuke stad vind. En dat ik hier zeker nog een keertje naar terug wil komen. Want ik heb volgens mij nog steeds niet alles gezien. Ook al hebben we al heel veel gedaan en wel al gezien. Ik dacht, ik ga eventjes naar de supermarkt, want die zit hier echt naast. En ik hou heel erg van supermarkt winkelen. En we hebben al een paar dingetjes gekocht. Maar ik heb nog een paar andere dingen nodig. Oké, ik heb al wat dingetjes in mijn mandje zitten. Maar het is wel echt heel moeilijk, want er zijn zoveel lekkere dingen. En ik wil eigenlijk een beetje gezonder gaan eten als ik weer terug ben van vakantie. Dus ik heb niet zo heel veel, maar gewoon wel een paar dingen die ik nodig heb. Zoveel lekkers om te zien. Maar ik denk dat ik wel bijna klaar ben eigenlijk. Ons Monster is een heel bekend energiemerk hier. Maar blijkbaar hebben ze dus ook een koffievariant. Deze. De verpakking ziet er wel heel tof uit. En ik zie ook dit. Ugh, het lijkt me echt heel vies. Maar het is wel heel fascinerend om te zien. En ze hebben ook nu ook Monster in watervorm. Die kan ik even niet vinden. Oh. Ik zie dat Starbucks trouwens ook dit doet. Oh, jak. Lijkt me echt vreselijk. Als dit echt met elkaar gecombineerd wordt qua smaak. Dit is die Monster water. Het lijkt een beetje op Gatorade, denk ik, dat de bedoeling was. En ik vond hem wel heel erg lekker eigenlijk. Zo, ik ben weer terug van de supermarkt. Ik ben volgens mij veel te lang gebleven voor het aantal spullen dat ik uiteindelijk heb gekocht. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel spullen gekocht. Maar er zijn zoveel dingen die ik eigenlijk wil kopen en meenemen. Maar dan denk ik, oh, ga ik dat thuis wel opeten? En er zit waarschijnlijk veel te veel suiker in en dat soort dingen. Dus ik heb nu 2 paar chippies. Ik denk dat ik eentje gewoon ga doen voor op de terugreis naar Nederland natuurlijk. En wat heb ik nog meer gekocht? Oh ja, slaappilletjes.
Dus het was niet echt super boeiende supermarkttrip eigenlijk. Maar ja, misschien bedenk ik gewoon nog later vandaag wat dingen die ik graag wil hebben. En dan kan ik die toch nog gaan kopen, want die is hier gewoon om de hoek. Dus ik ga nu weer terug naar de kamer om mijn spulletjes te droppen. En dan hoop ik dat Ray al klaar is en aangekleed. Zodat we gewoon de deur uit kunnen gaan. Want ik wil heel graag nog even naar Melrose Avenue. Het is vandaag zondag. En elke zondag heb je daar heel veel verkopers ook staan. Dus ik ben benieuwd of ik daar nog iets leuks kan vinden. En het lijkt me gewoon heel erg leuk om dat een keertje mee te maken. Dit zijn de boodschapjes. En deze zijn nog. En dit is nog een zak met boodschappen van de vorige keer. Dus ik heb op zich best wel wat. Ik zit te denken om gewoon nog dit te gaan verwerken in een aparte shoplog. Samen met andere dingetjes die ik heb geshopt. Want ik denk dat als ik het hierin stop, dat die vlog te lang gaat worden. Maar ik moet eventjes tijdens het editen kijken of het lukt of niet. Maar dat gaan jullie vanzelf merken of het hierin zit. Dus dat was hem weer.